U bent in 32 voor het eerst in het orkest gevraagd te spelen. Maar wanneer heeft u voor het eerst het orkest gehoord? Nou, dat was natuurlijk al toen het conservatorium was. En mijn lerares die speelde ook met het orkest mee en wat ook. En dan kreeg je een vrijkaartje. En toen, ook al, toen ging ik wel een keer luisteren naar het orkest natuurlijk. Wat was het? Dat orkest. Dat was natuurlijk een goed orkest. Ik bedoel, ik denk wel dat Mingenberg niet eens zo'n grote, ja, niet zo'n grote bewonderaar, maar toch de man is of overal bekend is die het orkest groot gemaakt heeft, laat ik het zo zeggen. Nou, net ik u zeg, ik kan me nog herinneren, in 31 dat ik dan ook meegegaan ben op tournee, naar Parijs, en dat we die film in Epinal gemaakt hebben. Ik zag helaas nog een fotootje van bij het tentoonstellingsgebouw, hé, hey, daar staat me nog op, ook in Mingenberg was dat. Hoe ging dat, die film? Vertelt u daar eens wat over? U ging met z'n allen op reis? We gingen op reis, er was een filmopname daar. Hoe ging u op reis? Met de trein. Amsterdam-Parijs? Hoe? Amsterdam-Parijs. Ja, Amsterdam-Parijs. We gingen ook alleen naar Parijs eigenlijk. Het was geen tournee, maar enkel Parijs, een aantal concerten. En dan die filmopname. Nou, die filmopname, ja, hoe ging dat? De beroemde Max Stak was er natuurlijk nog bij altijd. Die was overal, was hij altijd bij. Die schuilde Mingenberg zijn jasje af, voor al die flauwekul meer natuurlijk. Hè. Dat was een vriend van Mingenberg. Nou ja, hij is in het orkest geweest, maar ja, Tak was een ontzettende, zou ik zeggen, zakelijke man. Hè. Ik heb hem ook heel goed gekend, ik heb heel veel films met hem gemaakt, filmmuziek gemaakt, uiteraard de zaak, hè, met Tak. En nou, het leuke wat ik ervan vond eigenlijk van die film, ze hebben de Oberon gespeeld en nog wat, weet ik veel, dan zat het concertgebouw nagebouwd in die studio. En er stond er zo een orgeltje op de achtergrond. En als je de film zag, die ik één keer gezien heb, het één keer gedraaid in Amsterdam, jaren geleden, dan zag je net of je in het concertgebouw zat met een heel groot orgel, zoals het normaal is. Ja, maar voor de rest was er niet zoveel van te vertellen natuurlijk. Hè. Maar wat had Max Stak met die opname te maken? Max Stak niets. Max Stak, ja, ik denk geld verdienen of wat ook op een of andere manier. Had hij bedacht? Ja, ik weet het niet. Hij was erbij ja, misschien voor de een of andere pers of wat ook. Mag Joost weten, maar hij was er wel bij. En ja, netjes Mingenbergse schouwtjes allemaal van die soort dingen. Vond het orkest het leuk, die film? Nou, ik vond het wel aardig. Ik bedoel, zo tegenwoordig veel beter klinken. Als toen niet in die jaren natuurlijk. Hè. Ze hebben veel grotere middelen of wat ook. Maar het was een speciale filmopname dus. En die film die werd gemaakt op verzoek van Nederland en die is ook naar Nederland gekomen? Nou, dat weet ik niet. Of dat nou op verzoek van Nederland was of dat nou van een andere organisatie, daar weet ik helemaal niets van. Maar u heeft hem gezien hier? Ik heb hem gezien, hij heeft een keer gedraaid hier. Weet u nog waar? Ja. Misschien wel in Tuschinski nog. Maar dat zou ik met geen zekerheid durven zeggen, maar ik heb hem een keer gezien. Het is een korte film. En twee stukken geloof ik. Waarom ik eigenlijk het beste kan erin, de Oberon. Deed Mingenberg normaal op die film? Of anders dan ja, anders? Ja, zo ver je normaal. Ja, dit heel normaal. Zoals hij altijd was. Hè. Hoe was hij altijd? Wat voor figuur was het? Nou, ja, dat kan ik zeggen. Ik heb toch al het idee toen je... Mingenberg was natuurlijk een begrip hier. Hè. En mijn leraar zei wel later, toen hij weg was en ik die zomerplaats zat, dat zou wel fijn zijn dat het rode gevaar weg was. Dus zo werd hij genoemd in het orkest als het rode gevaar. Maar ik heb het nooit van last van gehad. Waarom werd hij het rode gevaar genoemd? Nou, hij was schijnbaar rossig en klein. En hij kon ontzettend vervelend zijn. En vooral als hij vat op je had, dan was het heel onaangenaam. Maar aan de andere kant, ik bedoel, was er een bondje of ruzie met hem. Je kon het altijd met hem oplossen zelf. Je ging nooit naar boven, nooit naar hij was de machtige man. Hij was de godheid. Ik bedoel, niemand had wat te vertellen. Als hij dat was, dat was gewoon een godheid. Nog het bestuur, nog dingen meer. Hij zei alles, hij deed alles, loste ook alles zelf op. Er zijn wel probleempjes geweest, ik bedoel, maar hij heeft nooit iemand ervoor ontslagen of zo. Heeft u wel eens problemen met hem gehad? Heeft u wel eens problemen met hem gehad? Nou, nee. Echt problemen, dat kan ik niet zeggen. Kleine problemen? Er was wel eens wat in het orkest en wat ook. En dan, dan stemde het ergens niet of je stemde niet. En misschien had ik wel een fout gemaakt. En toen zei hij zoiets van, er waren wel pas, waar ik later nog een paar jaar gewerkt heb, naar de bouwmeester even geweest, Busio. En dan waren het hele orkest uitgenodigd en Busio op de bühne.
En mengen wij op de bühne. En Busio zei jij met de grootste, hij zei jij met de grootste. Ik weet niet of je die komiek nog gekend hebt, Busio waarschijnlijk niet meer zo goed. Dus ik heb 5 jaar meegemaakt. Maar zo ging dat dan ook. En toen vertelde Bengenberg, zat hij, was je gisteren ook bij die revue? En ja. En ik was eigenlijk nog een snotjongetje, helemaal niet brutaal. Toen zegt hij, nou, zelf daar stemde het, had hij het over het orkest. En toen ik zo voorbij zat te kijken, zei nou ja, of u hebt geen oren. Of ik heb geen oren. Maar anders ik ze wel niet hebben. En toen keek die man, zonder, en liep hij zo naar boven toe, daar, naar de kleedkamer, wat naar dingen toe. En dat kon hij allemaal wat verdragen. Ik bedoel, en het was voor mij geen brutaliteit, maar ik was gewoon verontwaardigd. Daar stemde helemaal niet. Hè? Maar dat, niet soort dingen. Hè? Maar dat kon hij toch wel goed verdragen. Je vond het wel een aardige man, kortom. Ik vond het geen nare man. Nee. Hij had wel nare dingen, maar we hebben allemaal wat. Maar hij was echt nog een uit oude. Hij was echt een dictator. Goed. Moest niet dat wel een gevolg geweest ook van zijn politieke opvatting. Want één ding is er zeker. Er leven nog mensen, zelfs Joden, als je die zou interviewen, zou je zeggen het was nooit een antisemiet. Want als er één die nog iets kon doen, is hij dat wel geweest. En voor zijn rest was hij geloof ik een politiek wel een imbeziel. Ja. Ik wil nog zeggen dat hij hier kwam, hij was al helemaal bezet. En Vocht was toen de grote man bij de AVRO natuurlijk, bekende man. En die moest ook weg natuurlijk op een of andere reden, ging andere handen over. En toen was die meneer Vocht maar toch gebleven. Het was een aardige man. Heel gek. En een Joden weg moest die periode dus dan meegemaakt. En er waren er al een stuk of 17. Bewijs dat hij zeker geen antisemiet was. Bovendien, zijn Mahler was zijn grootste vriend. Daar kan je toch wel nagaan, want dat kan eenvoudig niet. Dus hij zei, ja, maar dat kan niet. Ik kan die mensen helemaal niet missen. Hij dacht, ik heb al zo'n macht. Maar dat verbeeld hij zich maar natuurlijk, want die andere machten waren veel groter. Ze zijn toch weggemoeten, natuurlijk. Hè. Heel afscheid geweest nog. Maar in elk geval zijn die mensen naar een kamp gebracht geworden, waar er toch later heel veel uitgekomen zijn. En het is door bemiddeling van Mengelberg geweest. En dat is natuurlijk, laten we zeggen, een punt te goede van hem. U heeft het net over het afscheid. U zegt er is nog een heel afscheid geweest. Ja, de laatste avond was er een concert en toen waren er natuurlijk een heleboel mensen. En die brachten bloemen en kransen. En die mochten niet het podium gedragen worden, maar wel in de stemkamer. Dus boven in de stemkamer was het laatste concert. Toen waren ontzaggelijk veel bloemen van particuliere mensen allemaal, die natuurlijk ook helemaal niet mee eens waren met het, wat niet zo gek was met dat systeem, die het helemaal niet leuk vonden. Maar van wie mochten die bloemen niet op het podium gebracht worden? Nou, van de grote instanties natuurlijk niet. Niet van de directeur van het Concertgebouworkest, maar dat werd gewoon verboden. Er was natuurlijk, die macht hebben voorkomen in handen van de Duitsers hier. En toen is dat afscheid, dus men wist op een gegeven moment, dit is het laatste concert waarop die 17 Joden meespelen. Ja, dat is inderdaad geweest. Weet u nog wat het voor een concert was? God, dat zou ik echt niet meer weten. Maar het was natuurlijk op zichzelf toch wel tragisch natuurlijk. Hè? En hoe is dat afscheid toen verder gegaan? Het concert is voorbij gegaan en je wist als orkestlid, ze komen hierna niet meer terug? Nee, ze zijn niet meer teruggekomen. Maar waar ze naartoe gaan? Ze zijn later natuurlijk ook in kampen geplaatst. Ik denk dat ik zeg, hebben veel overleefd. Nog even terugkomen op dat afscheid. U vertelde van die bloemen, wat gebeurde er daarna in de stemkamer? Nou, we zijn allemaal daar het hele orkest naar de stemkamer gegaan. Misschien een paar NSB'ers na, die er toen toch ook al waren. En hebben de afscheid van die mensen genomen. Dat was vreselijk tragisch. En verder, kan ik me echt niet goed meer herinneren. We zijn naar huis gegaan natuurlijk allemaal. En de Joden waren eruit. Ondanks dan, met Mengenberg, ik kan die mensen niet missen. Zijn ze nog vervangen? Die zijn natuurlijk later wel vervangen geworden, maar ze zijn er ook zelf nog teruggekomen. Nee, ik bedoel meteen de dag daarna, in de oorlog. Nou, direct de dag daarna, dat denk ik niet. Er waren ook een paar blazers bij, toevallig nog een eerste blazer, maar ja, er was van alles bij. Had het orkest in de gaten dat dit toch wel een heel tragische zaak was? Jawel, natuurlijk wel. Natuurlijk, ik bedoel, maar het was machteloos natuurlijk. Hè? En hoe werd het gepresenteerd door de leiding? Ja, dat kan ik allemaal niet precies herinneren, maar er is een concert geweest, dat was het laatste concert. En ze hebben natuurlijk een bepaalde limiet gesteld en dan moet dat gebeuren, moeten ze eruit. Dat veronderstel ik, van bovenaf, dan niet van het gebouwleiding, wel allemaal te goede, want die waren beslist niet, daar waren ze zich beslist geen NSB-mensen in of zo eens, ik bedoel. Maar het waren allemaal een hele moeilijke tijd natuurlijk, hè.
Was er enig georganiseerd verzet in het orkest? Of hulpverlening? Verzet in het orkest, ja, dat was vreselijk moeilijk. Ik weet wel, je moest lid worden van de cultuurkamer. En er werd enorm aangedrongen, maar ik geloof dat er maar heel weinig, misschien maar geen mensen, behalve de mensen die dan dat systeem waarvoor stonden, wat mooi vonden, ooit lid geworden zijn van de cultuurkamer. Ze hebben me steeds geweigerd. Want ja, wat is verzet? Ik bedoel, veel kon je er verder niet meer aan doen. Wat vond Mengelberg van die cultuurkamer? Wat was zijn advies? Daar had je helemaal niet over gesproken. Maar hij heeft natuurlijk maar hele grote dingen gezegd. En die heeft hij inderdaad gezegd. Die totaal verkeerd waren. En dat is ook waarschijnlijk het feit geworden. Die is ook gestraft is geworden. Want hij begreep er later niets van. Wat heb ik daar gedaan? Niks. Maar hij heeft me verteld. Men zegt, je mag geen Joodse muziek spelen in Duitsland. Dat hij, nou, dat is niet waar. Dat was natuurlijk wel waar. En zegt hij, maar wat doe je dan? Dan ga je toch in Mendelssohn spelen. Dan krijg je misschien een oppositie van die jongeren. En dan doe je dat maar niet. Dat was natuurlijk een grove leugen. En later heeft hij ook nog eens gezegd. Dan heb ik het orkest wel vreselijk te lachen dat hij het zei. Hè? Dan lachte ze hem gewoon uit. Maar het was natuurlijk niet waar. En heb ook een keer, jullie moeten het zelf weten. Maar jullie werpen het verkeerde paard. En dat is natuurlijk, dat kun je niet meer terugnemen. Hij was zo toch wel pro-Duits. Hij heeft toen zijn opleiding in Duitsland gehad. Ik geloof dat hij meer Duitser was dan Hollander wat dat betreft. Hij had een rol gespeeld en politiek was hij voor mij volkomen analfabeet. Maar u nam hem het niet echt kwalijk? Er was wel zo'n verstandhouding, ja... Echt kwalijk, ik vond dat niet leuk, nee. Ze hebben me gewoon uitgelachen dat hij dergelijke dingen zei. En zei, ja, zo is het toch zo, weet je wel. We zaten heel kerst te bulderen. Want waren de gasten en dat verkeerde paard was natuurlijk ook helemaal fout aan. Nou, je mocht dus ook geen Russische muziek spelen. En je moet niet vergeten, Mengelberg was dé man. Ik vond niet zo erg vreselijk veelzijdig, maar voor die tijd... was Mahler voor hem was eigenlijk modern. En Richard Strauss was modern. Ik zeg maar iets. Hè. De Franse muziek heb ik eigenlijk nooit iets met hem gedaan. Dat lag hem gewoon ook helemaal. Die deed hij ook niet. Maar Tchaikovsky, dat was natuurlijk een zwaartepunt voor hem. Dat was muziek die lag hem. En dat deed hij ook goed. En toen heeft hij het klaar gespeeld. Toen was het al smonkel verboden. En toen hebben we de feiten van Tchaikovsky gespeeld in Den Haag. En toen heeft hij toen de laatste keer geweest. En zei Seyss Inquart zat boven in de loge. Want horen achteraf, die hebben weer even schrik met Tchaikovsky. Laten we zeggen van die Duitsers wat we willen. Maar over het algemeen hebben ze wel verstand van muziek en weten ze veel van muziek. Hè? Ze hebben ook zoveel goede orkesten, noem maar op en zo. Dus ik bedoel, dat kan ik me wel voorstellen. En dat is de laatste keer dat hij... Maar hij heeft er nog één keer nog Tchaikovsky gespeeld. En heeft hij tijdens de oorlog... Toen was het verboden, helemaal goed. Maar het typisch is Seyss Inquart erbij was. En heeft hij tijdens de oorlog ook nog Mahler gespeeld? Nee. Mendelssohn? Ook niet meer. Daar hield hij zich toch wel aan de afspraak? Ja, volkomen aan de afspraak. Nee, dat was de uitzondering, Tchaikovsky. Na de oorlog, u weet wat er gebeurd is. Hij mocht 6 jaar niet dirigeren. Nee. Voordat hij 6 jaar voorbij was, is hij overleden. Hoe was de houding van het orkest? Had het orkest hem terug willen hebben, denkt u? Ik geloof, als hij terug had kunnen komen, dat ze hem toch misschien geaccepteerd zouden hebben. Omdat de meesten toch wel wisten, die begrepen er helemaal niets van. Want heb ik fouten, zulke fouten dingen gezegd, dat kon niet meer. Maar ik geloof dat het te zwaar gestraft is geworden. Ik bedoel, moet je ook zo'n goede zijde erkennen, dat hij toch ook nog zo uiterste best gedaan heeft voor de mensen die dan zo lopen weg moesten en zo. En er zijn ook mensen weer teruggekomen later in het orkest nog. Ik denk onder andere, maar ik had het idee, de naam Roze Spier bijvoorbeeld. We hebben allemaal in kampen gezeten en er waren er nog meer, die zijn teruggekomen. Dus ik bedoel, maar ik geloof dat ze hem weer geaccepteerd zouden hebben. U zegt zelf ook weer een aantal Joden teruggekomen. Hoe kwam dat, denkt u? Maar heeft Mengelberg daaraan bijgedragen? Dat zou ik niet durven zeggen. Maar hij heeft er wel toe bijgedragen dat ze in een bepaald kamp kwamen. En dat is natuurlijk wel iets, tenminste, dat is allemaal wat horen zeggen, maar dat geloof ik wel. Vandaar dat er nog zoveel van die mensen toch nog uiteindelijk gered zijn. En die kwamen later gewoon in het orkest terug. En het klopt ook met uw beeld. Hij was solidair met zijn muzikant. Als hij iets kon doen, dan deed hij het. Ja, geloof ik wel. Ja. Vertelt u eens, wat was het verschil tussen Mengelberg en Van Beiden? Ja, Mengelberg, dat was natuurlijk een ouderwetse stempel, dat was wat je noemt een dictator. He? Maar Van Beiden niet? En Van Beiden, nee, was geen dictator. Die kon je mee musiceren, was een man die inderdaad in iedere vinger muzikaliteit bezat. En, maar het werd natuurlijk heel anders. Het zijn voorkomen twee verschillende begrippen. Van Beiden was ook in zekere zin veelzijdiger.
Want je hebt toch ook veel Fransen gedirigeerd? Die combinatie voor de oorlog, Mengelberg Monteux, daar zag ik wel wat in. Nou, dat is natuurlijk een grote aanwinst. Dat waren twee verschillende figuren. En net ook gezegd, het repertoire van Mengelberg kwam Monteux niet aan. Waarom niet? Nou, hij was echt een dictator, dat wilde hij gewoon niet hebben. Die mocht geen Brahms dirigeren, die mocht geen Tchaikovsky dirigeren. Het gevolg is geweest, en dat was natuurlijk heel goed, wat Mengelberg niet deed, dat Monteux eigenlijk het hele grote Franse repertoire toen pas alles gespeeld heeft, al die Franse muziek gespeeld heeft. Dat was een prachtig twee Polen. Hè? Maar het was een goede combinatie, dat je dus bijvoorbeeld niet de Franse muziek kreeg, terwijl Mengelberg er altijd nog een beetje, laat maar zeggen, aan de Duitse kant stond. Hè?